Mijn naam is Bob en in deze video laat ik jullie stap voor stap zien hoe je een domeinnaam en webhosting kan aanmaken en vervolgens ook een WordPress-website kan installeren. Maar voordat we gaan beginnen wil ik jullie eerst uitleggen waar een hosting en domeinnaam voor nodig is. Laten we beginnen bij de domeinnaam. Een domeinnaam is eigenlijk een adres waar jouw website op te vinden is. Maar voordat jouw website te vinden is, heb je ook een hosting nodig. En een hosting is kort gezegd. Het huren van een stukje ruimte slash opslag op een server waarop de bestanden van je website zijn opgeslagen. Dus de domeinnaam is het adres en de hosting is de plek waar de bestanden van je website staan opgeslagen. Nu je weet wat een hosting en domeinnaam betekent, kunnen we verder gaan naar de partij die dit aanbiedt, namelijk Cloud86. In de beschrijving hieronder staat een link die jou direct naar de juiste website brengt. We zijn nu op de website van Cloud86 en zoals je ziet willen ze gelijk laten zien waarom je voor hun zou moeten kiezen. Want ze hebben namelijk al meer dan 15.000 klanten geholpen. Ook zijn ze tweemaal verkozen tot de snelste hosting provider van 2020 en 2022. Dit valt ook terug te zien in de Trustpilot reviews die geplaatst zijn, want dit is namelijk gemiddeld 4,8 sterren van de 5 op 428 beoordelingen. Als je naar beneden gaat, zie je hier dat ze verschillende services aanbieden: webhosting, managed WordPress, virtual uh, private servers. Maar voor nu gaan we alleen voor de webhosting, samen met een domein. Als we namelijk hier naar boven toe gaan, heb je hier ook weer die verschillende opties staan: webhosting, managed WordPress en WooCommerce hosting. Maar omdat wij echt op dit moment alleen een website voor onszelf gaan maken en eventueel voor de toekomstige klanten, kiezen we voor nu voor webhosting. Als je daarheen gaat zie je gelijk drie pakketten staan, namelijk webhosting start, medium en unlimited. Hieruit kan jij zelf uiteindelijk kiezen. Maar je vraagt je natuurlijk af wat zijn de verschillen van deze drie pakketten. Voornamelijk het verschil in deze pakketten is de snelheid van de websites die jij gaat hosten. Het pakket start is gewoon een minimale snelheid en medium is gewoon een stuk sneller en unlimited is gewoon de maximale snelheid die je kan nemen bij een webhosting pakket. Daarnaast is er ook een groot verschil in de websites die jij kan hosten. Je kan namelijk bij het startpakket twee websites hosten en bij het mediumpakket tien websites en bij het unlimited gewoon onbeperkt websites. En dat is natuurlijk ideaal als je gaat schalen en zo snel mogelijk klanten binnenhaalt. Daarnaast is ook een groot verschil wat je ziet is het aantal e-mails die jij kan aanmaken. In de start kan je tien e-mails maken en het medium vijftig. En de Unlimited onbeperkte e-mails. Dus zoveel als dat je wilt. Ook is dit pakket geschikt voor WooCommerce websites. Maar je kan hier altijd later naar upgraden. Mocht je bijvoorbeeld starten met Medium. Kan je altijd upgraden naar Unlimited. Daarnaast wat je altijd bij de pakketten krijgt. Is een WordPress Toolkit Dashboard. En ook een plugin die jouw website een stuk sneller maakt. Namelijk de Lightspeed Case. Daarnaast krijg je ook altijd een SSL bij je pakket. En ook automatische backups die gemaakt worden. Het laten maken van automatische backups is ideaal op het moment dat jij een fout maakt op je website of je website is gecrashed, dan kan je er altijd een backup in stoppen, zodat jouw website weer geheel is, zoals dit, zoals dit die was. Daarnaast heb je ook een 30 dagen niet goed geld terug garantie. Dit is ideaal mocht je niet tevreden zijn over de service. Daarnaast krijg je ook een gratis verhuisservice. Misschien heb je wel al een domeinnaam ergens anders geregistreerd. Dan kan je die gratis laten overzetten door Cloud86. Voor nu ga ik kiezen voor het pakket Medium, want dit is ideaal voor mijn uh, marketingbureau, waar ik bijvoorbeeld straks meerdere klanten op wil gaan hosten. Nu zijn we bij de volgende stap. En bij de volgende stap kan jij kiezen welk domein jij wilt gaan regis registreren. Ik registreer het domein Kwaliteit Marketing. Dit is een domein die ik gekozen heb en die ga ik nu kijken of die beschikbaar is. Zoals je ziet is dit domein beschikbaar. Kwaliteit marketing is beschikbaar. Oké, okay, dus die ga ik toevoegen aan mijn winkelmandje. Op het moment dat ik dat heb gedaan kan je klikken op doorgaan. En nu zijn we weer bij de volgende stap. En in de volgende stap kan jij kiezen of jij het webhostingpakket pakket voor 12 maanden wilt of 36 maanden. Ik kies nu voor 12 maanden aangezien ik dat voor nu voorlopig genoeg vind. Daarnaast kan je ook kiezen of jij de verhuisservice wilt gebruiken. Mocht je namelijk een domein ergens anders geregistreerd hebben, dan kan je die hier volledig gratis naartoe verhuizen. Voor nu is dat voor mij niet nodig aangezien ik het domein nieuw registreer bij Cloud86. Op het moment dat je hebt gekozen welke looptijd jij wilt kiezen, kan je doorgaan naar de volgende stap is nog even controleren wat jij wilt gaan aanschaffen. Ik wil namelijk kwaliteitmarketing.nl en een webhosting aanschaffen voor een periode van één jaar. Dus ik klik op doorgaan. En hier krijg je er nogmaals te zien wat je wilt gaan aanschaffen. Namelijk een Webhostingpakket Medium en een domeinregistratie. Als dit goed is, dan kan je verder gaan naar de volgende stap. En dat is je contactgegevens invullen. Hier kan je gegevens invullen van je bedrijf en uiteraard van jezelf. Op het moment dat je dat hebt gedaan, kan je akkoord gaan met de voorwaarden en een betaalmethode kiezen en uiteindelijk verder gaan naar afrekenen, als je de betaling hebt afgerond, kom je eigenlijk direct al op het dashboard van Cloud86. En als je dan aan de linkerkant op mijn diensten klikt, kom je al direct bij dit gedeelte. En hier zie je jouw webhostingpakket die jij hebt aangeschaft. En als je dan op de naam klikt hier, al, dan ga je al direct naar de omgeving toe waar jij je webhostingpakket pakket kan beheren en wat we nu als eerste gaan doen is naar jouw website toe gaan en als je hier websites en domeinen klikt kom je gelijk naar het Plesk uh, dashboard waar jij al je websites kan zien die jij op het hostingpakket hebt staan zoals je ziet staat hier kwaliteit marketing en daar gaan we nu gelijk iets voor doen namelijk het SSL installeren We zijn nu bij het gedeelte waar jij je SSL kan installeren Voordat we dat gaan doen wil je natuurlijk weten wat SSL is en waar dat handig voor is. Nou SSL staat voor Secure Socket Layer en is een beveiligingsprotocol dat zorgt voor een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Dit verzekert dat alle gegevens die tussen de webserver en de browser worden verstuurd geheim blijven voor tussenliggende partijen en niet gestolen kan worden door bijvoorbeeld hackers. En daarom is het heel belangrijk dat je dit gaat installeren op je website en ook op de website van toekomstige klanten. Zoals je ziet hebben we hier ook verschillende opties staan waarvoor je kan kiezen. Maar wij kiezen voor de eerste optie, namelijk het installeren van een gratis basis SSL. Als je op installeren klikt, komt er gelijk links een optie te staan. Hier kan je, je e-mailadres invullen en ook kiezen waarvoor jij de SSL wilt gebruiken. Ik zou aanraden om ze allemaal aan te vinken en gratis de SSL op te halen. Dit kan eventjes duren, dus wacht er wel op. Zoals je ziet staat de SSL nu geïnstalleerd en goedgekeurd voor alle onderdelen. Nu hoeven we daar ook niets meer aan te doen. Dus we kunnen gelijk verder naar de volgende stap. En om verder te gaan naar de volgende stap, moet je naar het gedeelte website en domeinen. Als je daar bent, kan je naar het gedeelte mailaccounts gaan, want wij moeten natuurlijk ook een e-mail aanmaken voor ons bedrijf. Als je daarop klikt, kom je op dit gedeelte. En hier kan je beginnen met het aanmaken van jouw bedrijfs-e-mail. Klik vervolgens op E-mailadres aanmaken. Hier kun jij dus kiezen wat voor bedrijfs-e-mail jij wilt. Ik kies nu voor Info-App-Kwaliteit Marketing. Wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld je persoonlijke naam hier neerzetten. Dat is net waar jouw voorkeur ligt. Als je dit hebt ingevuld, kan je verder naar de volgende stap. En dat is het toevoegen van jouw externe e-mailadres. Als je je e-mail hebt ingevuld, kan je verder gaan naar de volgende stap, namelijk het aanmaken van een wachtwoord. Ik laat hem zelf genereren door het systeem. Als je dit hebt laten doen, kan je verder gaan uh, naar de volgende onderdelen. Zoals je ziet, zie je hier staan dat je ook 250 e-mails per uur mag verzenden. Dit is namelijk meer dan zat. Nu we dit allemaal hebben ingevuld, kan je klikken op OK om verder te gaan. Nu is het e-mailadres officieel aangemaakt voor jouw bedrijf. Als je wil kijken of jouw e-mail functioneert, kan je op deze knop drukken. Je gaat dan nu direct naar een inlogsysteem waar jij weer je naam en wachtwoord kan invullen. Nu je eenmaal bent ingelogd, kan je zien dat jouw e-mailadres zorgvuldig is aangemaakt en direct klaar is voor gebruik. Nu het e-mailadres is aangemaakt, gaan we weer door naar de volgende stap. Je kan dit gedeelte afsluiten en weer teruggaan naar het Plesk hoofdmenu. Wat we gaan doen is direct naar de websites en domeinen, want we gaan nu uiteindelijk WordPress installeren. WordPress is een software waar jij daadwerkelijk je website mee kan gaan realiseren. En dat gaan we nu gelijk downloaden. Als je hier naar rechts toe gaat, zie je het gelijk al staan WordPress. Al klik je daarop. Kom je op het gedeelte waar je WordPress echt daadwerkelijk kan installeren? Klik daarom ook direct op WordPress installeren. En zoals je ziet, komt er aan de linkerkant gelijk een onderdeel te staan waar jij al je gegevens kan gaan invullen. Ten eerste ga je de titel veranderen. Je wilt natuurlijk een titel voor je marketingbureau. Ik tik daar nu Marketingbureau in. En vervolgens ga je naar de taal van de website, want deze wil je natuurlijk op Nederlands hebben staan. Op het moment dat je de taal op Nederlands hebt gezet, kan je verder gaan naar de gebruikersnaam. Ik zet er zelf mijn voor- en achternaam neer, zodat ik dat handig vind om te onthouden. Genereer weer voor jezelf een wachtwoord die je goed kan onthouden. Vervolgens zet je hier weer het e-mailadres neer en kan je verder. Naar het installeren van WordPress. Nu hij WordPress gaat installeren, moet je eventjes wachten. Dit kan enkele minuten duren. Zoals je ziet is WordPress succesvol geïnstalleerd. En daarom gaan we door naar de volgende stap: namelijk het installeren van plugins. Je vraagt je natuurlijk af wat plugins zijn. Plugins zijn eigenlijk een extra aanvulling voor het programma WordPress. Nu zie je het gedeelte waar je de plugins kan installeren. Nu zie je het gedeelte waar je de plugins kan installeren. En nu gaan we op zoek naar de Lightspeed Case. En zo gaat hij op zoek naar de juiste plugin. Je ziet hier de plugin staan, LightSpeed Case. En deze kan je direct installeren. En installeer ook de Simple SSL plugin. Deze is ideaal straks voor als je SSL-problemen snel en gemakkelijk wilt oplossen. Nu ze zijn geïnstalleerd, kan je het gedeelte van de plugins weer afsluiten. En wat we nu gaan doen, is naar de website toe gaan. En dat kan door middel van de aanmeldknop die hier staat. Vanaf hier kan je dus direct naar je WordPress-gedeelte van je website. Zoals je ziet, krijg je gelijk een melding van de plugin. Van de plugin Simple SSL. Zorg ervoor dat je direct op SSL inschakelen drukt en ga door naar het dashboard. Hier zie je ook enkele meldingen die je kan gaan verwerken. Laten we beginnen met het verwerken van het eerste probleem. Hierbij staat ook gelijk al een grote waarschuwing. Je kan direct op repareren klikken, en zo laat het dashboard al gelijk zien wat het probleem is. Hier kan je dat dus aanvinken en vanzelf ook opslaan. Het probleem is nu opgeslagen, en als we weggaan, zie je ook gelijk dat dit probleem weg is en het percentage ook al omhoog gaat. Zo kan je ook de andere pro problemen gaan verhelpen. Ik heb voor nu al mijn problemen verholpen op mijn website, en zoals je ziet, staat nu het percentage op 77%. En dit is goed genoeg voor nu. Alle stappen die nodig zijn om je website op te zetten zijn nu klaar: de hosting, WordPress en de SSL. Staan nu goed, en dat betekent dat jij nu kan gaan beginnen met het bouwen van je eigen website. Bekijk daarom ook de volgende video, die gaat over het bouwen van jouw website.